torneremo grandi ancora, torneremo a essere campioni come nel 56. Torneremo. Firenze è la piscina, è vista dai piazzali, la pare una bambina vestita a carnevale. Florence, de hoofdstad van Toscane, telt bijna 360.000 inwoners en ligt aan de rivier de Arno. Het is de bakermat van de Renaissance en daarmee een van de bekendste culturele steden van Europa. Volgens sommigen zelfs de mooiste stad van Europa. Florence is de stad van Michelangelo en zijn beroemde David. Een replica van het beeld staat op het Piazza del Signoria. De Ponte Vecchio wordt ook wel de Gouden Brug genoemd vanwege de vele juwelierszaken. En dan de Bobilo-tuin, aangelegd voor de familie Medici, het bankiersgeslacht dat Florence eeuwenlang bestuurde. Maar genoeg over de culturele rijkdom, we zijn hier natuurlijk voor het voetbal. In deze stad moet Groningen over 2 weken vlammen tussen bloedfanatieke Italiaanse supporters. Het stadion van Fiorentina is 2 keer zo groot als de Euroborg. Er passen bijna 50.000 supporters in. De paarse aanhang, want de bijnaam van Fiorentina La Viola is hondstrouw. Bij elke wedstrijd zijn er altijd wel zo'n 30.000 man aanwezig. Ze zien de wedstrijden tegen Groningen met vertrouwen tegemoet. Ciao. Groningen. Ciao. La Viola. Ciao. I'm sorry for you, but Tuesday, Pazzini and Montolivo, 2... Groningen 0. Fiorentina 3, Groningen 0. Detto male. Fiorentina, yeah! Go home! Groningen, go home! We have a match against you. And I think we are going to win. So, what are you going to do? I hope we win. I hope so. Because I like to travel with Fiorentina. So Fiorentina, more goes up, more I travel with Fiorentina. Garisca al vento, la baro viola, sui campi della sfida del valore. Una speranza viva ci consola. Gisteren speelde Fiorentina tegen Atalanta Bergamo voor de Serie A thuis. En dat gaat er anders aan toe dan bij ons. 3 uur voor de wedstrijd verzamelen de supporters zich al. En als we vragen naar FC Groningen, dan weten de meesten direct waar we het over hebben. Yes, good team in Holland. Yeah, I know it's a nice place. I know we have is everything green there. What we need here in Florence, we don't have enough green here. En zelfs kennen ze een aantal spelers. Player Berge, poi quello della Fiorentina, come si chiama, l'ha comprato. Nefland. Nefland. Ah, Nefland. Yes, Nefland. I see you have the ticket. The ticket. Of course. It's very important for us, the match with Groningen, because it's very more time that we don't play in Europe. For us it's very important for Fiorentina team. Fiorentina fans. So you go to Groningen? No, Thursday. I go to Eindhoven. I have a friend in Breda. He likes Fiorentina and then I go to Groningen by car. De wedstrijd tegen Atalanta was een spektakel, een on-Italiaanse wedstrijd, aanvallend en in zeer hoog tempo. Na een half uur een cadeautje van Atalanta, Bellini maakte een eigen doelpunt. De 48e minuut, Carucieri krijgt rood. Twee minuten later scoort Doni de gelijkmaker. Dan wordt Mutu gewisseld en komt de grote Vieri het veld in. Een gouden wissel, want de veteraan maakt al snel 2-1.
in de 85ste minuut de domper. Sapanya maakt de gelijkmaker, een prachtige goal. Ron Jans en assistenttrainer Raymond Liebrecht zitten op het puntje van hun stoel op de hoofdtribune en hebben het druk. Ook al wordt er goed gevoetbald, Jans ziet toch mogelijkheden voor de FC. Nou, ik wil wel op de kansen ingaan, alleen om nou te zeggen het is 70-30 of dat soort dingen, dat vind ik zo'n onzin. Kijk, zij zijn favoriet als je kijkt naar het aantal internationals, begroting, de grootte van de club, de historie. Dan zijn zij absoluut favoriet, maar favorieten winnen niet altijd. En wij moeten onszelf zeker niet kansloos achter. Want ik denk gewoon dat wij gewoon een redelijke kans hebben om een verrassing te laten zien. En daar gaan we voor. Wat ga je ze in Groningen vertellen? Nou, we gaan in ieder geval... De bedoeling dat we via beelden en verhalen gaan vertellen wat ze hier kunnen verwachten qua entourage. Maar ook natuurlijk de speelwijze individueel en als ploeg. Je ziet ook dat ze vandaag van 4-3-3 naar 4-4-2 omschakelden. En ja, dat zijn eigenlijk hele belangrijke dingen buiten natuurlijk de corners en dat soort zaken. Op wie moet er speciaal gelet worden? Nou, net zoals bij mijn eigen ploeg haal ik er geen spelers zo naar uit, maar... Het is misschien leuk dat de mensen toch wat namen willen horen, maar Mutu is natuurlijk speciaal. Fieri valt in. Nou, die is nog niet afgeschreven, want die viel heel sterk in. En maakte een fantastische kopgoal, sterke gozer, linkerpoot. Liverani, een beetje toch de chef op het veld daar. En dat zijn wel de belangrijkste spelers. En dan de coach van Fiorentina, Prandelli. Volgens hem heeft Groningen een kleine voorsprong. Penso che sia stato più fortunato. Ho avuto la possibilità di vedere la squadra. L'ho vista solo in cassetta e mi ha fatto una buona impressione. Maar als wij Prandelli de vraag stellen dat het gelijkspel van gisteren misschien een slecht voorteken is, wordt hij pissig. Arrivederci, Giuli. Ciao. Come nel 56. Torneremo. Torneremo grandi ancora, torneremo a essere campioni come nel 56. Forza Fiorentina!